Tempo moet hopen dat Groen-Geel alles verliest en dan zelf een punt pakken uit bij Top of volgende week eventueel thuis tegen Fortuna. Nou, ga daar maar aan staan. Vorige week werd er dan weliswaar knap gewonnen van een gehavend DOS. En het begin is aardig voor die ploeg van Wouter Blok. De 0-1 is van Jelle Steenbeek. Maar Top heeft weer de beschikking over een fitte Nick Picard. En die is bij vlagen onnavolgbaar. Hij scoort snel de 1-1. Even later wordt het 2-1 via Sanne Jousma. En Top, nog altijd zonder Celeste Split, heeft wel 10 minuten gespeeld in het tweede. Dit is trouwens de 3-2. Wederom Jelle Steenbeek. En ook geen Tim Vlokstra. Daarom basisdebuut voor Stan Posma naast Mick Snell. Jit Hendricks speelt een prima wedstrijd tegen Tempo. Dit is alweer haar tweede. De 5-2 wordt even later 6-2. Als dit een ouderwetse aanval is zoals we die kennen bij Top. Heerlijke combinaties tussen Annels en Pika die het doelpunt maakt. Het is 7-2, het wordt 8-2. Dan vraagt Blok namens Tempo een time-out aan. Blok heeft een aantal mooie opties om volgend jaar aan de slag te gaan. Een van die opties is een mooie club in Zuid-Holland. Daar Strafworp, ja inderdaad. Jelle Steenbeek kan dan zijn derde gaan maken. En het is ook direct de derde van Tempo. Het staat op dat moment 11-3. Even later 12-4. En dan weet Top al dat het een gewonnen wedstrijd speelt. En dat is mooi voor de ploeg van Jan Niebeek. Martin Steenbeek trouwens met de 12-5. Want bij een punt zouden de play-offs al veilig zijn. En bij twee punten natuurlijk helemaal. Sanne Jousma draait ook een prima seizoen. 14-6. Als dit het eerste damesdoelpunt is van Tempo, gemaakt door Rosanne Wolvers, 15-8. De ruststand wordt dan verdubbeling. Waarom zou je rebound nodig hebben als je zo goed kan schieten zoals Mick Snell? Heeft wat minder last van zijn enkel die hem vorige week nog parten speelde, 16-8. Tweede helft is dan een formaliteit. Anholtz met de 17-8. En dan gaat Top op jacht naar plek 2 waarschijnlijk in deze korfballeague. Omdat PKC wint bij DVO. Een plek 2 zou normaal gesproken betekenen een kruisfinale tegen Fortuna. Inderdaad, net als vorig jaar. En toen was die ploeg uit Delft te sterk. Ze bleven maar doorscoren. Picard met de 28-14. Die bal valt ook goed. Het is de 30ste. 30-15. Doelpunt van Schuiling. Moment trouwens om aan te kondigen dat maar liefst 90% van de beschikbare kaarten voor Ahoy al verkocht zijn. Een ongekend hoog aantal. Misschien dat Edwin van der Weijden ook wel op de tribune zit, ongetwijfeld met een klein biertje. Want het is dan al zeker dat Groen-Geel heeft gewonnen bij KZ. En dat betekent dus degradatie voor Tempo. Daarom is het doelpunt van Mats Blessing, speler uit de A van Tempo, gaan misschien wel naar de hoofdklasse. Het laatste doelpunt van de wedstrijd wordt dan gemaakt door Roos Verheugd, 34-18. Volgende week speelt Top nog tegen LDODK. Winnen ze die wedstrijd zijn ze sowieso tweede, als PKC ook wint. Klein feestje in Sassenheim. Nog geen tijd voor het echte feest. Dat moet 4 april gebeuren. En Tempo is dus korfvolleyclub af.